What the fuck? Ga weg joh, duw maar in je aars. Wauwie, goedemorgen. Ik heb lekker geslapen. Ik ben bij Bente wakker geworden. We zijn gisteravond van mei zijn we hierheen gegaan. Bente die heeft gewerkt, die is naar mij toegekomen. We zijn hierheen gegaan en... Maar waar is Bente dan, denk je? Die heeft een fotoshoot. Die heeft een fotoshoot met vriendinnen. Dus die heeft haar wekker gezet. Die is vroeg weggegaan. En ik heb denk ik nog een uurtje doorgeslapen. Bente en ik gaan vandaag bijna de hele dag chillen. Ik ga nu even snel naar huis rijden. En dan ga ik even editen. Wat belangrijk werk afmaken. En dan kom ik terug. En als ik terugkom hierheen, dan is Bente ook klaar met haar fotoshoot. En dan gaan we gewoon even lekker een dagje voor onszelf. Soms als je logeert bij iemand, je wordt wakker en dan weet je gewoon niet waar je bent. Dan word je wakker, kijk je om je heen. En dan ben je zo confused en denk je, waar de fuck ben ik? Ik ga me even aankleden en dan ga ik de auto instappen. En dan mag ik weer lekker gaan editen, jongens. Het zal een keer niet anders zijn. Ik zie het altijd als beloning. Als ik klaar ben, dan kan ik gewoon doen wat ik wil. Dus eerst editen en als ik klaar ben, dan kan ik gewoon chillen. Of weet ik veel wat, poepen. Weet ik veel, aan mijn tarrel ruiken. I don't know. Tarrel. Waar zou het woord tarrel vandaan komen? Het is zo'n... raar woord, waarom niet gewoon klontenpoep? Misschien klinkt dat te vies of zo. Tarrel klinkt wat minder. Bente haar zus die zit beneden, die zal wel denken, waar de fuck lult hij over? Oké. Goedemorgen. Goedemorgen, lekker geslapen. Heerlijk. What the fuck, ik loop naar buiten, naar mijn auto. Leo, kom eens hier. Heb ik de deur open laten staan? Leotje. Dit is zo'n hond waar je achteraan loopt en die loopt weg. Leo, kom. Kom. Shit. Leo. Hier, hop, ga terug naar binnen. Kijk hem rennen de trap op. Ga naar binnen. Je weet dat het niet mag. Ik had de deur open laten staan, sorry. Dat was mega random. Oh. Ik heb een geweldig idee. Wat ik ga doen, ik ga het hele gedeelte dat ik naar huis ga gewoon skippen. Want dat is fucking saai om te filmen. Het enige wat ik ga doen is naar huis, de honden een knuffel geven en gewoon... achter mijn computer allemaal editen en andere dingetjes doen. En daarna ga ik gewoon terug. Dus ik ga zo'n stomme overgang doen. En dan ga ik weer terug naar Bente. Of dan ben ik er al. I don't know. We gaan het zien. Jullie gaan het zien. Let's go. Oh, wacht, nee. Ik moet er eigenlijk wat leuks bij verzinnen. Oh, ik weet iets leuks. Abonneer. Hey, ik ben weer bij Bente thuis. Ik heb lekker zitten editen, lekker zitten werken. Ik heb aardig wat werk af kunnen maken. Maar nou ben ik bij Bente thuis. En wat zie ik in de tuin staan? Een pot met een aardbeienplant erin. En nou zie ik dat er iets mis is met die aardbeienplant. En wie heeft mij geleerd om dit soort planten, dit soort gewassen te onderhouden? Mijn opa. Dat heb ik geleerd op de moestuin van mijn opa. Dus we gaan even naar buiten. En dan ga ik aan jullie laten zien wat er mis is met deze plant. Er zitten veel te veel aardbeien in. En je ziet het, dit is allemaal een beetje dood, dus dit moet je er eigenlijk even afhalen. Maar het gaat vooral om de aardbeien. Als je goede aardbeien wil en grote, verse, goede aardbeien, dan moet je een paar van dit soort bloemetjes eigenlijk gewoon hop zo eruit halen. Dan kunnen die andere lekker doorgroeien. Dit soort bloemetjes, dat zijn nog niet echt aardbeien, die moet je er dan eigenlijk uithalen. En dan kunnen deze, die al een beetje gevormd zijn, die kunnen extra goed groeien. Ik zeg tegen Bente, hebben jullie een aardbeienplant? Ja, ja, dat hebben we, want dat vinden we gewoon leuk. Dus ik zeg, nou, hij staat er op zich best goed bij, maar er kunnen wel wat dingetjes af die een beetje dood zijn en zo. Dan groeit hij wat beter. En Bente zegt, ja, leuk. Alleen ik zie wel dat er best wel veel bladluis in zit. Maar ja, dat kan gebeuren. Dat hebben de meeste aardbeienplanten wel een beetje. En Leo die zit maar te grommen naar mij, want die wil dat ik die bal ga gooien. Hop. Hij is zo snel. Leo, kom eens brengen. Kom eens brengen. Hij komt hem niet brengen, want hij is er te trots op. Oh, jawel. Joppa. Bente die had toch een goed idee? Ze begon over eten. Nou, daar ben ik al helemaal fan van. En toen zei ze, laten we pokeballs gaan eten met je ouders. Pokeballs zijn zo lekker. Dat is een schaaltje met groenten en zeewier en kip of garnaal. Je kan dat allemaal zelf kiezen. Je haalt het af of je bestelt het bij een Japanner. Dus dat is gewoon een Japans restaurant. En dat is gewoon een schaaltje met goede choppings. En dat gaan we eten. Mijn ouders weten het nog niet. Bente en ik gaan dat zo afhalen. En dan gaan we mijn ouders verrassen met pokeballs. Die hebben dat nog nooit op. We hebben gewoon geappt van, joh, jullie hoeven niet te koken. Bente en ik zorgen voor het eten vanavond. Dus we gaan nu van Bente naar mijn huis. Toen ik voor het eerst
Pokéball hoorde, dacht ik echt, wat de fuck is dat voor een nieuw Pokémon spel of zo? Maar het blijkt gewoon Chappa te zijn. Wat de fuck? Is dit echt? Ja. Is dit echt? Even mijn hand ter vergelijking. Wat is dit? Dit is van Bobo. We dachten, we gaan nog even snel langs mijn huis voordat we het eten gaan ophalen. Omdat ik mijn video online moet zetten. Maar ik kom thuis en... Ik dacht dat er nog een handdoek in zat. Wat? Hoe kan het dat ze zoveel pist? Ik vind het wel leuk anders. Je weet het niet? Is dit van blijdschap? Ja. Nee, hij heeft het land Italië neergelegd. Ja. Italiano! Bobo is zindelijk totdat ze blij wordt en dan kan ze het niet meer binnenhouden. Van blijdschap pist ze alles onder. Laatst heeft ze de hele dag alleen thuis gezeten, niet gepist, niks gedaan. En nu is ze letterlijk 2 uurtjes alleen en het is echt een plas in de vorm van Italië. Maar we kwamen thuis, we hadden er eigenlijk gelijk uit moeten laten. Ja, jullie zijn net 1 seconde voor ons binnengekomen dan. 1 seconde, ja. We zijn echt een paar minuutjes al thuis. Oh. Nou, volgende keer wel gelijk uitlaten als je thuis komt, hè? Hey. Wij gaan iets heel lekkers te eten halen. Ja, lekker. Ja, heb je enig idee? Ik denk sushi. Nee, geen sushi. Wel iets in die richting. Oh, nou, dan geen idee. Iets in die richting. Niks zeggen. Shh. Er lijkt verder niks op sushi. Sushi. Pushy. Gaan we pushy eten? Niet sushi, maar sushi. Gaan we het halen? Ja. Let's go. Maar jullie gaan... Oh. Auw. Pokebo. Mag ik even iets zeggen in de vlog? Staat hij aan? Ja. Roy, Royalistic, corrigeert jou net in je comments dat je hout met DT schrijft. Maar ik heb het opgezocht en dat is niet waar. Ja, ik heb net een foto geplaatst. Dat is deze foto. En hij zegt, Roy van Royalistic. Ja, Roy, als je dit ziet, hè? Het is hout met een D. Ja. En niet DT. Dus jij... Met zelf hout. Oh, lekker eten zo. Ik heb een kip pokeball genomen. Wat heb jij genomen? Ik heb een zalm pokeball. Wacht. We hebben allemaal verschillende pokeballs genomen. Jullie gaan het straks zien. Eerst gaan we de auto starten. Oké, ik heb een goed idee, hè. Ik zet jou af voor de deur. Jij haalt het. En ik blijf staan. Laat ik de motor lekker doordraaien. Blijft die lekker warm. En dan rijden we terug. Is goed. Dus jij gaat naar binnen. Ik blijf lekker zitten. Ik heb toch al gepeet. Oh, heb je al via internet betaald? Ja. Goeie shit. Dus jij hebt besteld online. En toen heb je online betaald. En nu kunnen we het gewoon afhalen? Ja. Wauw. Dat is zo modern. Ja. Bente die is uitgestapt. Die is het eten gaan halen. Weet je wat ik net had, hè? Dit knopje ging helemaal erin. Ik kwam met mijn knie zo. Pak. Zo. Pang. Zo er tegenaan. En deze ging er helemaal in. En ik trok hem eruit, maar volgens mij doet hij het nog. Zie je dat? Want de lampjes knipperen gewoon. Die auto. Dus, ik schrok me dood, jongen. Hij ging er helemaal in, dus ik trek dat ding weer eruit. En dan zit hij weer goed. Heel vaag. Hey, voedsel! Hey, oh! Show! Oh, dat ruikt lekker, ouwe. Oeh! It looks great. Oh, it looks very goed. Oh, goed. Hij staat open. Hè? Er is eentje open. Eentje open. Hou vast. Doe hem dicht. Nou, hou gewoon goed vast. Komt helemaal goed. Oké, we hebben het eten hier. We gaan gewoon naar mijn ouders toe lopen en dan laten we het zien. En dan mogen zij raden wat het is. Hier, kijk eens, pap. Het ziet er helemaal lekker uit. Ja, het ziet er lekker uit, maar het zijn alleen tasjes. Ja, maar die zien er al smakelijk uit. Kijk eens. Oh, weet je wat het is? Ik denk iets van salades met... Ja, het is met kip en vis, maar het zijn pokeballs. We hebben voor jou eentje met garnaal. Heerlijk. Weet je wat pokeballs zijn? Nee. Nee, oké. Er stond Pokémon, ik denk, dat eten dan? Nee, pokeball. We hebben het eten, mom. Ga jij eens kijken en raden wat het is. Oh! What do you think it is? Nou, toch sushi. Nee. Nee. We hebben wat anders gehaald bij... Wat is dat voor lekkers? Hier, kijk eens. Pokeball. Ken je dat, Pokeball? Nee. Wauw, dat ziet er lekker uit, zeg. Sisam. Wat zijn die groene dingen? Bonen. Die bonen. Tuinboontjes. Sojabonen. Oh, het ziet er heerlijk uit, joh. We gaan dat straks eten. Nou. Nog niet, want het is een beetje te vroeg, maar we hebben het alvast gehaald. Is die hele schaal voor 1 persoon? We dachten al dat jij het veel zou vinden, dus jij hebt die kleine, en hieronder... Wacht, dat ga ik er even bij pakken. Hieronder zit dan een hele grote en die hebben wij alle drie. Papa, ik en Bente.
Wow, wat zit er allemaal in dan? Goeie choppings. Voordat we gaan eten gaan we nog lekker even een filmpje kijken. Althans, ik denk in mijn eentje, want Bente die gaat zo in slaap vallen. Dat zei ze net. Ze zegt, ja, zet maar wat op. Maar waarschijnlijk val ik wel in slaap. Een betere middag kan je niet hebben. Slapen en daarna eten. Lekker makkelijk. Tuurlijk mag je op me liggen. Jezus, dat ziet er goed uit. Neem eens een happie. Ja, lekker. Ja. Nou, eet smakelijk, hè? Ja, oh, we gaan dit even lekker opeten en dan gaan we weer verder met de film. Wat vind je van mijn neuspiercing? Beetje houterig. Houterig? Ga weg, joh. Douw maar in je aars. Joh. Get the fuck out of here. Get the fuck out of here. Bente die gaat naar Osso, naar Osso. Ben ik eindelijk van je af. Het was zo ongezellig. Ja, Bente is love. Dag poepie, dag, doei, doei. And there she goes, my queen. Ik ben de laatste dagen gewoon een slaaf van mijn computer. Maar echt, jongens. Echt. Waarschijnlijk is het jullie opgevallen dat ik veel vaker ineens editen zeg. En werk doen zeg. En nog meer editen zeg. En het allerergste is, alsnog heb ik dingen niet op tijd af. Ik zeg je heel eerlijk, de laatste dagen is vloggen heel moeilijk te combineren met de dingen achter de schermen. Echt ontzettend moeilijk. Maar dat maakt niet uit, want ik hou het vloggen vol. En dat is mijn goal. Normaal heb ik alles op een rijtje. Normaal lukt het best makkelijk. Maar ja, nu niet echt ofzo. Maar zoals ik zei, ik hou dagelijks vloggen vol en daar gaat het om. Ik zei net, ondanks dat ik zoveel achter mijn computer zit, krijg ik toch nog dingen niet af. Dus ik ga de vlog afsluiten en dan ga ik mijn headset op doen en dan ga ik weer lekker verder. Lekker verder met editen. En dan morgen is het tijd om naar de autobaan te gaan. Met een RS3, met een RS6, met twee mezen, twee keer mees en een marijn. Zover ik het begrepen heb, gaan we dan met z'n vieren. Er zit heel veel luchtvast. En dat wordt gewoon een hele vette dag. Dus ik ga jullie morgen zien om 5 uur. En dan ga ik nu zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later. Wacht, dan gooi ik deze wel gewoon. Nee.